fucking Facebook heeft het gekocht. Fuck! Fuck Facebook. Fuck Book. What up, NLG Unit? Het is je boy boy op de tube. Op de tube. En je kijkt vandaag naar Moppenkont. Ik bedoel, dit lijkt me tof. Ik bedoel, dit lijkt me niet tof. Inkvistenen. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Motherfucking. Woo! Dan wordt het wel lekker zo'n random videootje, weet je wel. Hou je ervan. Het gaat vandaag over mijn lievelingetje. Mijn baby. My precious. Het gaat over Oculus Rift. Oculus Rift is een hele toffe VR device die op je hoofd doet. Je hebt vast wel iets van gelezen, want de laatste tijd springen alle companies erop in. Razer wil dat nu gaan doen. Microsoft, Sony heeft zijn Project Morpheus aangekondigd. Er was nog eentje waar Mike een item over heeft gemaakt. De Glip, volgens mij. Het gaat maar door. Oculus was eigenlijk een beetje de eerste die nu VR aankondigde. Natuurlijk na de hele jaren 80 VR-crisis. Probleem. Het gigantische probleem nu is deze week Horizon. Fucking Facebook heeft het gekocht. Fuck! Fuck Facebook. Fuck Book. Ik chaf er hiervan. Enorm kouwe. Ik ben Ik ben een jaar lang geleden gestopt met Facebook. Ik heb nog steeds Facebook, omdat Facebook me niet met rust laat. Elke keer krijg ik weer een mailtje. Reactivate je Facebook account. Bladibla. Ik word genomineerd voor biertjes drinken en atten en dat soort fucking hypes. Omdat mensen denken dat ik nog steeds Facebook heb. Want Facebook verwijdert mijn account niet. Ook al heb ik dat gedaan, verdomme. Het probleem met Facebook die fucking Oculus Rift koopt voor 2 miljard. Miljard. Het probleem zit hem in dat Facebook heeft nog nooit wat voor de gamers gedaan. Facebook interesseert zich niet in gaming. Facebook wil informatie. Facebook wil een vereniging van de wereld. Iedereen met elkaar verbinden. En daar heel veel ka-ching uithalen. Heel veel ka-ching uithalen. Heel veel ka-ching uithalen. Drop the beat. Joost Video's. Wat moet ik me daarbij voorstellen dat Facebook Oculus koopt? Oh, dus dat betekent dat nu vervolgens ik moet inloggen voordat ik mijn Oculus game ga spelen. Er zijn al heel veel spoofs hiervan geweest, of die beginnen nu te komen. Maar het ergste is dat je ziet zoveel game mania nu al zo gaan. Oh my god, Oculus is fucked. Kun je afschrijven nu. Ik ben heel benieuwd wat er nog van overblijft. Want ik vind de tech zo super vet. Echt gruwelijk. Maar ik wil niet dat er een Facebook integratie in zit. Ik wil niet dat Facebook met zijn neus erin zit. Elk fucking bedrijf had hem voor mij kunnen overkopen. Zelfs Apple. Maar fucking Facebook. Fuck. Fuck. Palmer, de boy zelf die met Oculus begonnen is en dit tot een waar succes heeft gemaakt, zei dat hij eerst twijfelde over de deal, maar daarna, nadat hij hoorde de visie van Facebook, dat hij er wel mee akkoord ging. Dus nadat hij de visie had gehoord, hij bedoelt die 2 miljard. Toen ze zeiden die 2, weet je wel, dit gaan noemen de Oculus, willen dit noemen de Oculus en we doen dat. En dan gaan we gewoon met Facebook overwegen, hartstikke mooi. En Palmer zegt, fuck dat, wie wil dat nou? Fuck Facebook, we willen dat niet. Oh, nummer 2 miljard. 2 miljard? Tuurlijk, hier is het. Alsjeblieft. Dankjewel. Tequila's drinken op een onbewoond eiland. Het is fucking kut dat we nu gewoon puur money ruïneert. Prachtige gadgets. Dit was echt mijn ding, weet je wel. Ik weet nog dat mensen zeiden, oh wat wil je, Xbox One of een PlayStation 4? Ik zei altijd, Oculus Rift, bitches. Dat wil ik. Ik wil die shit op mijn bakkes. Ik wil gewoon in die wereld zitten, weet je wel. Dat wil ik. Ik wil niet Facebook! Bedankt voor het kijken. Geef een like voor deze video. En als je geïnteresseerd bent in meer van het gerage van mij, ga dan naar Moppenkont, een alternatief kanaal. Van mij is alternatief. Emo's, je weet het. What am I doing? Het is een kanaal waar ik mijn frustraties in bespreek. Dus dit was mijn review van vandaag. Maar, of nee, had ik een review vandaag? Ja. Ik had een review vandaag niet gedaan. Niet belangrijk. Oculus wou ik bespreken. Onder het motto, dit vind ik niet tof, Moppenkont out. En een G-unit later.
check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over. www.nlgamereviews.nl. Klik op en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over.